Wat mij het meest aanspreekt is eigenlijk de mogelijkheid om mensen te inspireren. I'm really humbled to be a part of the team that actually pushes the boundaries of what level of sustainability is applied in the maritime field. En daarnaast, omdat je met alle één doel hebt, creëert een soort van sfeer die heel erg motiverend is. En dat kan je later ook meenemen in je verdere studies en je carrière. En team studenten, dit jaar ongeveer 25 studenten, die allemaal naast hun studie bouwen aan een solarboot. Het is een heel jaar dus designen en daarna bouwen om vervolgens met een nieuwe boot te kunnen gaan racen. En zo te kunnen laten zien aan de rest van de wereld wat is nou mogelijk nu met zonne-energie, duurzame energie. Hoe ver kan je komen? Dit jaar gaan we echt voor de wedstrijden. En ons ultieme doel is dan om de wedstrijden te winnen. Behind it there's a, let's say, a hidden reason why we all do it. And that's to show the maritime industry that sustainable energy can be implemented in this field too. If you look at, for instance, cars or airplanes, you can see that the way they develop is a bit faster than the maritime industry. So by building this boat, we're actually showing that industry that we're actually able to implement, for instance, the solar energy and make the transition to sustainability faster. Qua innovatie, elk jaar nemen we mee wat er vorig jaar is gebeurd. Dus je begint nu niet opnieuw, je begint gewoon met alle kennis van de afgelopen 12 jaar eigenlijk. En alle ontwikkelingen zijn eigenlijk telkens het efficiënter maken, alles beter laten werken. Zodat je gewoon echt een hele optimale nieuwe boot hebt die telkens een stap verder gaat en verder kan dan de vorige boten. Ons doel is eigenlijk gewoon om iedereen te laten zien van kijk, we kunnen dit nu bereiken met alleen duurzame energie door gewoon hele innovatieve technieken te gebruiken. I think that by doing that we are making this world a better place. 3, 2, 1, ah!